Hoi allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. Ik zeg het heel vrolijk, maar ik moet de teleurstelling nog eventjes verwerken. Ik had jullie vorige week gezegd dat we naar Australië gingen. Ik had al mijn outfits in de koffer gedaan. Alles voor Rio gepakt. Alles voorbereid, hotel was geboekt, vlucht was geboekt. En jullie voelen me eigenlijk al aankomen. Australië heeft dus de borders dichtgegooid. Ik ga Rio even pakken, want die is stoutie aan het doen. Ben jij aan het doen hier? Nee, dus ik lach nu. Maar eigenlijk wilde ik heel hard huilen, want ik had me hier zo verheugd. Ik ben in 2 jaar tijd niet op vakantie geweest. En ik weet, er zijn mensen die nooit op vakantie gaan. Ik had me hier echt heel erg op verheugd. Vooral omdat we hier alleen maar binnen zaten. En er zijn steeds meer landen die nu de borders dicht aan het gooien zijn. Dus we hadden nog even gekeken. Moment. Nou, de jongens waren nu nog 5 dagen vrij. Dus we zaten al te kijken, waar kunnen we heen? Voor 5 dagjes waar het mooi weer is. Dus we dachten weer aan Guam, waar we vorige keer heen zouden gaan. Maar dat we een visum nodig hadden. Dus we hadden gelijk een visum gevraagd en we hadden gekeken naar de Filipijnen, maar die heeft dus ook de borders dichtgegooid. Maar wat dat was, de teammanager die heeft nog de paspoorten van de jongens. Dus we kunnen nergens heen voor 5 dagen. We hadden zelfs gedacht om nog even 5 dagen naar Nederland te gaan, gewoon puur om iedereen eventjes te zien. Want hier zitten we toch binnen en kunnen we toch niks doen. Wat is er druk te maken? Maar de teammanager zit in Seoul met de paspoort van die jongens. En ik denk dat het gewoon een beetje expres is. Niet alleen ik denk dat, maar ze zijn gewoon bang dat, stel je voor, we vliegen uit en de borders gaan ergens dicht. Dan zitten ze met een half voetbalteam. Dat kan natuurlijk ook niet. Maar nu hebben we een vooruitzicht van een maand geen wedstrijden. Dus ik heb zoiets van, ja, in China wordt ook iedereen gewoon lekker naar huis gestuurd. En dus ik had zoiets van, ja, de kans zit er misschien wel in dat wij ook naar huis komen. Maar dat doen ze dus niet. Ze moeten gewoon doortrainen. Nou ja, ik maak me alleen een beetje zorgen over december. Dat het niet straks zo is dat het de wedstrijd die ingehaald moet worden, dat het in december moet. Dat we dus helemaal geen vrij hebben. En ik wil gaan trouwen in december. Dus ik vind het ook heel moeilijk, want je mag hier wel naar buiten. Alleen het wordt gewoon niet aangeraden. Ik wil alleen gewoon niet op mijn geweten hebben, als ik naar buiten ga met Rio, dat we ziek worden en dat we in quarantaine moeten. En dat zou ik gewoon heel vervelend vinden. Dus ik doe het echt eigenlijk niet. Ik ga straks wel eventjes naar buiten om boodschappen te doen. En ik heb dus een regenkap op de wagen. Dus ik hoop dat dat helpt. Dave gaat dan eventjes trainen voor zichzelf op de club. Er is daar niemand. Maar hij wordt ook minstens een soort van, nou, gek hier op de bovenwoning. Dus hij kan zich een beetje voorstellen hoe ik me al deze 2 weken voel. Hij heeft het al na een paar dagen dat hij iets moet doen. We gaan vanavond wel bij Veronica en Björn eten. Die hadden ons net uitgenodigd. Super gezellig. Zij is een Spaanse en zij kan echt super lekker koken, schijnt. Ze heeft vorige keer heel lekker carrot cake gemaakt. Misschien maakt ze nu wel paella of zo. Ik weet het niet. Ik zou het knap vinden hier. En ik ga dus nu even boodschappen doen bij Hyundai. Dave zegt dat kan makkelijk steeds. Want het is helemaal uitgestorven. Dus je komt niemand tegen. Maar ja, ik vind het toch een beetje een grote verantwoording. Ik heb het best zwaar, zo heel eerlijk. Om gewoon niks te kunnen doen. Niemand om naar uit te wijken. En ik verveel me echt. Heel erg. Alle series, alle video's op Videoland, op Netflix hebben we gewoon echt allemaal gezien. En wat nu, schat? Nu gaan we boodschapjes doen. Oké. En wat nog meer? Shopping. Oké. Jullie gaan het meemaken. Jullie gaan deze, hoop ik niet saaie week voor mij, meemaken. Dank u, dank u. Damsamida. Hey.
gaan we doen? Minna! Nee. Sushi eten, toch? Ga jij maar even proeven, Mop? Dat is zeker slecht. Ik sta er geen zak van. Moet je even om een rietje vragen? Nou, dan kan je het makkelijker drinken, kijk, concern. Proef jij maar. Lekker, hè? Ja, die heb ik al eens geproefd. Is lekker, hè? We zijn nu op Dave's trainingscomplex. Dave gaat even trainen, ook al is hij vrij. Om zijn conditie op peil te houden. En Rio en ik zijn mee. Dus ik weet niet wat wij gaan doen. Dave heeft hier een kamer. En als die leeg is, dan gaan we op zijn kamertje zitten. Waar Dave dus normaal zijn rust krijgt. Ga ik jullie ook even laten zien. Is het een troef, schat? Of valt het mee? Hele lekkere troef. Ja? Oké, okay, dan gaan we die natuurlijk even showen. Koffie. Koffie, was je koffie? Proost! Yay! Nou, Mop, geef mij even een rondleiding. Ja. En er zijn dus mensen die, vertelde Dave me net, die dus in zo'n kamertje wonen. Die, zeg maar, spelers die net begonnen zijn en nog niet zoveel verdienen. En die leven dus, zeg maar, net op kamers. Dus ook mensen in Amerika of die studeren. En Dave heeft normaal een kamergenootschap. Wie is je kamergenoot? Björn. Oh my god, het ruikt hier naar mottenballen. En is dit ook nog eens jouw bed, daar in het hoekie? Ja. Jezus. En je hebt even babydoekjes meegenomen van huis. Oh my god. Yay. En wat doen jullie hier meestal dan? Dit zijn niet mijn babydoekjes, daar veegt Björn zijn reet mee af. Met onze babydoekjes? Nee, die heeft hij waarschijnlijk zelf verkocht. Oh. Wat een gezelligheid. Nou, dit vind ik toch schattig. Dit is toch lief. Oké, even uitpakken. Ja. Wat is dit allemaal op? Wat? To Family Dave. Allemaal fan. Allemaal fan. Geen liefdesbrieven van andere vrouwen. Hallo? Zeg, geen liefdesbrieven van andere vrouwen? Helaas niet. Kijk dit dan. Hoe nemen mensen de moeite? Maar je doet net alsof ik niet de moeite waard ben. Ben ik even eruit? Nee, maar gewoon, ik bedoel die mooie beker die je hebt. Heel leuk. Ja, je nieuwe schoenen? Yeah. Oh, mooi. Maar, ik ben er wel blij mee. Zit er ook iets in die kasten, man? Ja, maar hoef je niet in te kijken. Oh, oké, okay. Dit zijn en dit is jullie koelkast. Mag wel de koelkast kijken. Kijk dan. Even serieus. Alleen maar chocola. Dat is dan topsport. Nee, dat is wel fijn. Ja. Alleen maar chocola. Je niet zelf. Slechte snacks. Zien jullie dit? Je zou toch denken allemaal flesjes water, sportdrank. Nou, appels, bananen. Dit is de badkamer. Jee. Nou, wel een schone wc-pot. Hier ziet het er best schoon uit. Natuurlijk, drink jij me. Ik dacht eigenlijk niet zoveel. Wat vind jij ervan hier? Stinkt, hè? Wat vind jij ervan hier? Wat gaan we hier nou doen? Ja, we spelen. Nou, aangezien wij hier op het trainingscomplex blijven, gaan we gewoon eventjes kijken hoe Dave het ervoor afbrengt in de gym. Wat ga je doen, schat? Nou, de gym nu, hè? Ja, ik bedoel, wat ga je in de gym doen? Beetje bewegen. Soepel, hoor. Zo.
weet hoe super ik ben van die hut. Daar ben ik op gevallen. Zit nou, Rio. Zit nou. Nou, dit is dus het krachthonk. Overal liggen spullen op de grond. En wat mij meteen opviel, was dit. Zijn dit jullie voorbeelden? Ik ga stuk. Dit ziet er heel geinig uit. Wat ben jij aan het doen? Goed bezig hoor, schat. Rio. Rio heeft oog voor de bal. Er zijn nu heel veel vrouwen jaloers op mij hoor. Zo, Dave is weer fresh and fruity. Ik iets minder. Maar we gaan dus nu naar Björn en Veronica. We gaan er eten. Ze schijnt lekker gamba's gemaakt te hebben. Daar zijn we allebei toevallig dol op. En ja, heel gezellig. Ik ga gewoon zo. Hun huis is het meest dicht bij het trainingscomplex. Dus we gaan niet weer helemaal terug naar de binnenstad waar wij wonen. Dus dan maar even zo. We zijn nu bij Veronica en Björn. En het is echt super gezellig. Junior en Annelies zijn er nu. En ze heeft echt super lekker gekookt. Ze gaat zo'n Spaanse tortilla maken. Lekker kip. En hier een soort van beef stew. Salades. Daar zitten de boys. Daar gaat kleine Isabelle. Hey! En de ladies zijn achter. First day bro, every day. What did you make, Annelies? Oh, my face. I'm gonna try this. And the chef of today. Hey, is this a sous chef? Is this a sous chef? I didn't even eat it. Smaakt het u? Goedemorgen, schat. Goedemorgen, andere schat. Hey, koekelakkie. Mama voor ons gekookt? Ontbijtje op bed? Yay! Ja, denk, moet ik het met zo'n droog chipje doen? Jullie kunnen het misschien wel raden. We gaan een make-up tutorial doen. Maar... is voor mij de eerste keer en jullie willen dat al heel lang. Maar nu had ik bedacht, misschien is het leuker als Dave jullie een make-up tutorial gaat geven. Mij lijkt het in ieder geval heel erg leuk. Ik ben heel benieuwd hoe Dave het er vanaf gaat brengen. Hij gaat heel vaak, als ik te lang bezig ben met mijn make-up, op mijn hielen staan. Wanneer ik klaar ben. Dus ik ben benieuwd of je ook ondertussen een beetje heeft opgelet. Zelf doe ik eigenlijk niet zo heel veel met mijn make-up. Vooral een beetje basic. En soms wil ik nog wel uitpakken. Maar overdag heb ik eigenlijk heel weinig op mijn gezicht. Maar dat zal ik jullie nog wel een keertje laten zien. Maar vandaag gaat Dave toe. Are you ready? Ik heb dingen helemaal gezien. Komt het je wel bekend voor? Nou ja, nu uiteindelijk zo netjes opgeruimd is wel, ja. Maar het ligt allemaal verspreid door de kamer. Valt best mee. Oké, nou ik ga jou totaal gewoon je gang laten gaan met wat jij denkt hoe ik het beste uitkom. En wat je denkt wat is. Ga je me wel vertellen? Wat... Ik ga je soms een hint geven dan. Ja? Maar ik geloof dat jij dit helemaal kan. Nou, laten we beginnen. Je moet ook eventjes steeds in beeld laten zien wat je gebruikt en wat je denkt dat je gebruikt. Eerst even een luchtje, want je stinkt een beetje. Oh, dank je. Ja. Waar begin je meestal mee? Geen idee. Ik denk met een bruinetje. Bruinetje? Die kun je wel gebruiken. Ja. Wat een lieve woorden.
Moet je niet eerst bijvoorbeeld iets van wat je altijd onder in de bruiner doet? Wat doe je daar meestal onder? Foundation of zo? Iets van mijn wallen of dit? Misschien. Denk je dat dat een goede kleur op het moment is? Je kan wat donkerder gebruiken. Dit? Lees eventjes iets wat erop staat. Voor een superstar youth glow. Ja. Dit is highlighter, maar doe maar wat jij denkt dat goed is. Wat, een beetje veel misschien, wat is dit? Oh mijn god, ik heb een beetje te veel gedaan, man. Beautiful. Mooi. Ik heb geen idee. Wel een beetje een witte kleur, maar... Voor deze kleur? Ik weet niet wat dit is. Ja. Met dit? Ja. Dat heb ik wel eens gezien. En ik heb op tv gezien. Ja. Dat is wel altijd van je oor tot aan het punt van je mond. Nou, wat goed, schat. Toch? Ja. Dat denk ik ook. Maar komt er wel iets op, of... Ja, ja. Oh, ja. Ik zie het. Nu is een beetje op een plek. Ja, dit heb ik ook gezien. Ziet wel verdomd sexy uit, schat. Ja? Een kindje? Een beetje. Een rooi kind? Het is geen rooi kind. Oh, een bruin kind. Een beetje. Nice. Ik moet zeggen, ik krijg hier wel een beetje last van mijn rug van. Oké. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Maar ik zie hier zoveel potloodjes. Wat is het dan? Lipliner. Zo'n video vindt het grappig. Mooi. Niet eens op je lip. Moet ik even weghalen? Je mag corrigeren als je wil. Ja. Hoe dan? Gewoon met mijn vinger? Je lip zo, ja, hammer zo beter. Auw! Wat? Je drinkt zo hard. Ja, maar anders komt er niks uit. Dat is wel veel beter, inderdaad. Oké, en waar is lip. Wat is dit? Lippenstift? Ja, is lipstift. Is dit ook lipstift? Ja. Is wel rood, hè? Is het rood? Ja. Ja, schat, dat past er niet bij deze lipliner. Ja, daar knap ik wel van op. Zijn we mama opmaken dan? Mooi. Je bij me zitten? Kijk. Kijk, is het mooi, mama. Kijk, eventjes. Caviar volume. Moet ik niet ogenschaduw of een eyeliner of een lip of een oogpotloodje of iets, of vind je het wel mooi? Moet het niet daarna? Moet niet eerst? Nee, doe maar eigenlijk wat jij wil. Doe maar mascara. Ik vind ook mascara wel later. Die heb je net gebruikt, schat. Dat was de lippotlood. Ogenschaduw. Moet ik die onder of boven doen? Maar wat je wil. Ik weet wel dat je dat altijd hier een lijntje of zo. Zo.
heftig. Ja. Het ziet er echt niet uit hier. Oh, nu is alles rood. Shit, hoe kan ik dat even stellen? You look very good. Thank you. Lijkt wel een prinsesje zo. Dank je. Hoort het ook hier bij je wenkbrauw? Ja, het is wel heel mooi. Ja, maar onder het licht niet zo mooi is. Nee, ik laat het zo even gewoon goed zien. Met beter licht. Maar moet het ook hier bij je wenkbrauwtjes? Nee toch? Nee. Maar soms zie ik het wel eens bij jou. Nee, dat is dit. Wat is dat? Moet ik dat met mijn vinger doen? Een soort highlighter, ja. Wat is dit? Ik weet dat je niet in mijn oog prikt, hè? Zie je dat het lastig is om je op te maken als je een kleintje hebt? Ja. Ik zit helemaal te knipperen met je ogen. Ik ben meer bang dat je het meesterwerk verprutst. Oh, ik zeg je eerlijk, het ziet er verdomd goed uit. Goed? No joke. Die onderste, ogen open. Misschien een beetje roze, roze van ochtends. Weet je wat? Dat is wat je zo lekker vindt ruiken altijd, ruik maar. Serieus? Ja. Ja, niet slecht. Roze wangetjes, hè? Dat is echt mijn hele wang. Ja, maar. Mooi? Ik zeg eerlijk. Ik zou je doen. En dan gaan we eventjes het eindresultaat bekijken. Wat gebeurt hier op mijn neus? Net alsof ik er een klap op heb gehad. Schat, was dit zeg maar het goede licht? Nee, het ziet er echt heel erg uit. Je lippen ook. Echt erg. Oh, wat erg dit. Nee, maar ergens is dat. Ik zweet er gewoon van. Zweet je ervan? Ja, was gewoon energie ook. Ja. Schat, wel 10 punten voor je inzet. Je ogen zien er niet slecht uit, vind ik. Je lippen wel. Kijk, zo ziet het wel goed uit. Kijk. Als je een beetje verder. En zo nog beter eigenlijk. Ja. Zo. Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het, ondanks het hele corona gebeuren, teleurstelling van Australië en eigenlijk alle negativiteit die erbij kwam kijken, toch heel erg leuk vonden. Het hoogtepunt was toch wel voor mij in ieder geval dat Dave mij ging opmaken. Zo zie je maar dat je toch wel iets kunt doen als je de hele dag binnen zit. Dan ga je dat soort dingen maar doen uit verveling, dat je man je laat opmaken. Ik heb gehoord dat het ook in Nederland is toegeslagen. Dat vind ik echt heel rot om te horen. Dus voor mij is ook niet echt een optie om daarheen te gaan. En ik bouw natuurlijk heel erg voor jullie. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken.
Ik heb nog geen idee wat er deze week te wachten staat. Ik weet alleen dat het hier minder aan het worden is. Ik hoop dat het bij jullie ook allemaal goed gaat. Ik hoorde wel dat ze alle borders gaan sluiten. Ik ga nu eventjes naar de Home Plus toe. Kijken of ik nog wat dingen kan inslaan. Straks gaat de kap eromheen. Ja, want we moeten toch boodschappen hebben. Dus ik ben benieuwd hoe het er daaruit ziet. Ik ben er denk ik bijna een maand niet geweest nu. Kijken hoe het verder gaat. Ik hoop dat hier de cijfers naar beneden blijven gaan. En ik hoop dat bij jullie ook zo streng wordt aangepakt als hier. Ik hou het in ieder geval goed bij. Ik kijk ook hoe het bij jullie gaat ondertussen en met de rest van de wereld. Laten we hopen dat dit gewoon snel voorbij is. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Dat moet ik toch altijd even zeggen. Tot volgende week.